In je eentje gamen is lekker, maar wat kan het toch gezellig zijn om samen met je vrienden een potje op te starten? Dit zijn 10 co-op games die je echt moet kennen. Diablo 3. Het is inmiddels al een klassieker, maar wat betreft co-op gameplay is Diablo 3 gewoon duivels goed. De klassieke hack-and-slash combat werkt heerlijk op je console en het is een machtig gevoel om samen honderden demonen een kopje kleiner te maken. En als je al bezig bent met een game, kunnen je vrienden je zo joinen. En zo sta je, voor je het weet, samen de eindbaas af te slachten. De Lego Games. De Lego Games zijn perfect in co-op. Ze hebben namelijk alles. Humor, puzzels, heerlijke progressie en duizenden unlockables en collectibles. Het leuke is dat je niet per se een doorgewinterde gamer hoeft te zijn om hier hoek aan te raken. En er zijn ook enorm veel Lego Games. Maar het meeste haal je uit Lego Harry Potter Collection, Lego Marvel Super Heroes 2 en Lego Star Wars The Force Awakens. Dying Light: The Following. Dying Light is niet een typische zombie game, want je kunt freerunnen en het is co-op. Je kunt dus samen door de stad freerunnen terwijl je zombies naar de grootjes knalt, of juist elk een eigen pad kiezen. Het verhaal is tof, de gameplay verslavend en de ongekende adrenalinerush die je in de nacht krijgt, maken van Dying Light een absolute aanrader. Jammer dat je twee consoles nodig hebt, want Dying Light heeft geen splitscreen. Overcooked 2. Koken kan ontspannend werken, maar als je na een potje Overcooked met je vrienden nog ontspannen bent, heb je waarschijnlijk 10.000 bier op of je bent de meester in communiceren. In Overcooked moet je samen binnen een bepaalde tijd gerechten koken, met recepten die steeds ingewikkelder worden in levels die ook niet makkelijker worden. Maar ook al verprut je het compleet, Overcooked is smullen geblazen als het om plezier gaat. Borderlands: The Handsome Collection. Mocht je Borderlands: The Handsome Collection onlangs op hebben gepikt bij PlayStation Plus, heb je een prima co-op deal gescoord. Borderlands 2 is namelijk een van de leukste shooters ooit gemaakt. En je kunt daar dus ook nog met z'n tweeën of met meer doorheen lopen. Je kunt je personages en wapens op elkaar afstemmen en door samen te werken zul je steeds sterkere bosses de baas kunnen en de dikste loot kunnen bemachtigen. Rayman Legends. Rayman Legends is een van de leukste platformers die je kunt spelen op de console en dat kun je ook nog eens samen met je vrienden doen, op één scherm. Plezier en actie wisselen elkaar in rap tempo af en de kleurrijke en vrolijke wereld van Rayman Legends staat garant voor urenlange hilariteit met je vrienden. Divinity Original Sin. Let op, deze games zijn niet voor prutsers. Nee, Divinity Original Sin is een game voor liefhebbers van Dungeons & Dragons en diepgaande RPG's. De keuzemogelijkheden zijn zo enorm dat geen enkele playthrough hetzelfde zal zijn. Quests zijn fantastisch geschreven en de gameplay is ook heerlijk. Er gaat alleen wel enorm veel tijd in deze game zitten, maar voor jou en je vrienden die houden van dit soort games staat een fenomenale koopverrassing te wachten. Unravel 2. Unravel 2 is een simpele maar super schattige platformer die een genot is om samen door te spelen. Simpele puzzeltjes die je moet ontrafelen door het wol waarmee je aan elkaar verbonden bent slim te gebruiken. Het is prachtig gemaakt en je hoeft je helemaal niet druk te maken in Unravel 2. Perfect voor een luie zondagmiddag samen op de bank. A Way Out. A Way Out kun je alleen maar spelen met z'n tweeën en dat is best uniek. Je moet samen als duo zien te overleven en te ontsnappen uit de gevangenis. De gameplay is origineel en de mate van wisselwerking tussen de twee co-personages is zeldzaam in een game. Hopelijk is A Way Out de aanleiding voor meer van dit soort co-op games, want dit smaakt naar meer. Gang Beasts. Oké, Gang Beasts is nou niet bepaald coöperatief, maar deze game is zo verdomde grappig dat dat even niet uitmaakt. Er zijn een paar verschillende modi waarin je helemaal los kunt gaan en de frustrerende controls en hilarische physics zorgen ervoor dat geen enkel potje loopt zoals je wilt. Gang Beasts is hilarisch en een verplicht nummertje als je regelmatig met vrienden op de bank zit te gamen. En dat waren 10 co-op games die je absoluut gespeeld moet hebben. Heb je nog een tip? Zet die dan in de comments en geef ons meteen een likey en een subscribey. Ja, dat dus.